Loren van Schoenwinkel, we staan hier in Genk. Jullie hebben vandaag thuismatch tegen AA Gent Ladies. En hoe is het gegaan? Ja, heel goed voor ons. We hebben gewonnen. Op voorhand, we hadden de eerste twee wedstrijden tegen Standaard en Anderlecht gehad. Twee moeilijke wedstrijden. We wisten dat het heel moeilijk ging worden om die te winnen. Tegen Gent hadden we weer iets meer kans om punten te pakken. Zeker thuis. En we zijn er dan volledig voor gegaan. We hebben een goede match gespeeld, vind ik. Eerste helft nog wat moeilijker. Kansen niet afgewerkt. Hetzelfde voor Gent eigenlijk, die ook kansen hebben gehad. Niet afgewerkt. In de tweede helft maken we dat goaltje redelijk snel. En dan moet Gent komen en krijgen we ruimte. En kunnen we het eigenlijk afmaken. Jij kopt de bal binnen naar de hoekschop, denk ik? Nee, het was Rieteloos. Dat was ik niet. Dus de speaker was verkeerd? Ja, het was de goal van Rieteloos. Okay. Maar dus jullie komen dan toch op voorsprong 2-1. Het wordt dan uiteindelijk 3-1, 6-4-1. Ja. En Gent komt uiteindelijk nog terug. Dus 4-2 eindstand. Dat zijn de eerste goals, de eerste punten nog voor Gent. Ja. Hoe belangrijk is dat? Ja, superbelangrijk. Zeker nu hebben we 2 weken geen wedstrijd. Kunnen we positief 2 weken goed trainen voor de komende wedstrijden die we zeker gaan moeten winnen. OHL en Heist, denk ik. Ja. En daar willen we zeker 6-6 pakken. Dus. Jullie zijn gelanceerd naar vandaag. Ja, dat hopen we toch. Jij komt over van OHL. Hoe is dat, die aanpassing? Terug in Limburg spelen? Dat is super gegaan hier eigenlijk. Ik speel graag in Limburg en ik ben blij dat ik die stap gemaakt heb. Veel kortere afstanden, ook makkelijker te combineren. En leuke sfeer, leuke groep, dus daar doet je het voor. En de ambitie voor Henk, wat is dat? Die top 4 halen? Misschien, ik ga daar voorzichtig in zijn om dadelijk te zeggen, die top 4, we zijn een nieuwe ploeg. We hebben wel Gent zal misschien, samen met Gent en Tiene zullen voor die vierde, vijfde plaats. Ik ben daar voorzichtig en ik zou wel heel blij zijn moesten we eerste worden in die B-poelen. Maar natuurlijk, als je ziet dat we vandaag punten pakken tegen Gent, we spelen goede wedstrijden, goede wedstrijd tegen Standaar en goede eerste helft tegen Anderlecht, dan is er zeker iets mogelijk, maar we zien wel stap voor stap. Oké, dankjewel, veel succes. Graag gedaan, dag. Dankjewel.